In deze video bespreek ik het biologie-examen VMBO GL en TL 2019 tweede tijdvak vraag 7 tot en met 13. We gaan het hebben over Madagaskar en over klipdassen. Eerst maar eens even Madagaskar. Daar hebben ze een eiland voor de kust van Afrika. Prachtig land om eens een keer naartoe te gaan. Op dit eiland groeien bomen zoals de boabab en de tamarinde. En insecten die eten het sap uit die bladeren. En de ringstaatmakies eten de boomschors en jagen op de insecten. En de ringstaatmakies zijn alweer prooidieren van fretkatten. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Bij vraag 7 staat, in de informatie staan namen van verschillende organismen. Deze organismen maken deel uit van voedselketens. Schrijf zo'n voedselketen op met 4 organismen uit de informatie. Een voedselketen, dus geen voedselweb, is op een rijtje de dieren wie eet wie. Of de organismen wie eet wie. En zo'n voedselketen begint altijd met een plant. In dit geval kunnen we dus met 2 verschillende beginnen, maar we schrijven er maar 1 op. Want een voedselketen is geen web, dus het bevat aan het begin maar 1 boom. Bijvoorbeeld de baobab of de tamarinde, mag je zelf weten. Dan gaat er een pijl naar het volgende organisme toe. Wat mensen vaak verkeerd doen, is dat ze die pijl de andere kant op zetten. Probeer te bedenken, waar gaat het in? Die boom komt in de buik van de insecten. De insecten is ook de volgende die ik opschrijf, want anders kom ik niet aan 4 organismen. De ringstaartmakies die eten ook wel van die boomschors. Maar als ik die ga opschrijven, dan kom ik niet op 4. Dus we gaan naar de insecten. Dat wordt de volgende. Weer een pijltje naar rechts. De ringstaartmakies die aten die insecten. Dus de insecten gaan in de ringstaartmakies. Dus de pijl van de insect naar de ringstaartmakie. En als laatst stond het zinnetje dat de ringstaartmakies weer werden gegeten door de fretkatten. Want het waren daar prooidieren van. Dus de ringstaartmakies komen in de fretkatten terecht. De pijl gaat die kant op. En dan hebben we een voedselketen. Je mocht hem natuurlijk ook beginnen met die andere boom, de tamarinde. Dat maakte niet zoveel uit. Nou klopt het inderdaad, de ringstaartmakies die aten wel de... ook de bomen, maar de insecten eten niet de ringstaartmakies. Dus dan kan ik nooit op 4 organismen komen. En dat was wel de vraag. 2 punten. 1 punt kreeg je voor het opschrijven van 4 organismen in de juiste volgorde. En de andere punt is dus voor de pijl de goede kant op. Is de baobab een consument, een producent of een reducent? Nou, het is een boom. Dan weet ik al meteen dat het een producent is. Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Een consument is een organisme dat andere organismen opeet. Nou, dat doet een boom niet. En een reducent, dat zijn de bacteriën en zo, die verwerken de afvalproducten. Dat doet die boom ook niet. Dus dan blijft er maar eentje over, de producent. Maar waarschijnlijk weet je dat wel, plantenproducenten, pp. Gaan we naar de klipdassen. Klipdassen, dat zijn zogen, we blijven in Afrika, zie ik. Dat zijn zoogdieren die in Afrika leven. En ze leven op de rotsen. Tijdens de paartijd scheiden de mannetjes een geurstof uit. Een klier op hun rug. En die geurstof die heeft 2 functies. De vrouwtjes komen erop af en andere mannetjes houden afstand. Dat is een mooie win-win situatie. In bovenstaande informatie wordt een prikkel en een bijbehorende respons geschreven. Noem de prikkel en de respons. Een prikkel is iets dat je kunt waarnemen. Dus dat kan zijn licht, dat kan zijn geluid. Dus dat kan van alles en nog wat zijn. En in dit geval, wat kunnen wij waarnemen? Die geur. Dus dat is de prikkel. En het zijn reacties op. Er zijn maar liefst 2 reacties op. Maar je hoeft er maar eentje op te schrijven. Vrouwtjes komen op die geur af. Dat is een reactie. Of het vrouwtje komt op het mannetje af. En andere mannetjes die houden afstand. 1 van die 2 mocht je opschrijven. Een beetje een inkoppertje deze vraag. Daarom is die denk ik ook maar 1 punt. Na de geboorte zoogt een vrouwtje haar jongen 3 dagen lang. Daarna brengt ze haar jongen vast voedsel. Ofwel ze zorgt voor haar jongen. Wat is de naam van dit type voortplantingsgedrag? Dan heb je neiging om te zeggen verzorgingsgedrag. Maar dat is nog niet precies genoeg. Want het is heel specifiek dat ze haar jongen verzorgt. En dat heet broedzorg. Daar kan ik niet heel veel aan uitleggen. Allergebroed. Misschien noemen je ouders je zo wel eens. Die rotsen waarop die klipdassen leven, die hebben allemaal lichtgekleurde strepen. En die strepen die bestaan uit de mineralen uit de urine van de klipdassen. 3 delen van het uitscheidingsstelsel zijn nierbekken, niermerg en het nierschors.
In welke volgorde gaan de mineralen die worden uitgescheiden door deze delen heen? Ik vind nieren altijd lastig. Dus ik heb een trucje. Ik weet dat vanuit het nierbekken de urine naar de blaas toe gaat. Dat kan ik om een of andere reden wel onthouden. En dan kan ik vervolgens van binnen naar buiten redeneren. In dit geval zullen die mineralen als laatst in het nierbekken terechtkomen. Dus ik moet D of F hebben. Nou, ik zei al, de schors zit aan de buitenkant. Daar komt het dan dus als eerst terecht. Dan gaat het naar het niermerg en dan komt het bij het nierbekken. En dan ga je het uitplassen. Dus F is het goede antwoord. Kliptassen die leven in groepen. En het mannetje die plast regelmatig op de hoeken van zijn terrein. Waarom doet hij dat? Dat doet hij natuurlijk om zijn territorium af te bakenen. Ik heb het hem niet gevraagd, maar ik vermoed dat hij dat daarom doet. En dat is ook het goede antwoord. Een wetenschapper heeft een stamboom gemaakt van de verwantschappelijke evolutievraag van die kliptassen en andere dieren. En zo'n stamboom werkt als volgt. Hoe verder naar links, hoe langer iets geleden is. En elk van die splitsingen, hier hebben de zeekoeien en de kliptassen bijvoorbeeld nog een gezamenlijke voorouder. En hier hebben de zeekoeien, de kliptassen en de olifanten nog een gezamenlijke voorouder. Met splitsen hier de verschillende lijnen. En hoe eerder zo'n splitsing ligt, hoe minder verwant dieren aan elkaar zijn. Nou, Gerdien en Hanneke die hebben het ook over die stamboom. En Gerdien zegt dat kliptassen eerder zijn ontstaan dan aardvarkens. Gaan we eens even kijken of Gerdien daar gelijk in heeft. Kliptassen die zijn hier ontstaan. Die zijn hier afgesplitst van hun voorouder. Dat is nog geen miljoen jaar geleden. Aardvarkens, veel langer geleden al, afgesplitst van een voorouder. Dus Gerdien heeft niet gelijk. Zet dan even op je examen gewoon even een kruisje erachter. Oké, Gerdien, geen gelijk. Dan kan je dat niet per ongeluk fout doen als je straks het juiste meerkeusantwoord erbij gaat zoeken. Hanneke die zegt, kliptassen zijn meer verwant aan zeekoeien dan aan olifanten. Nou, gaan we eens even kijken. Zeekoeien en kliptassen die delen nog eenzelfde voorouder. Hoewel die gezamenlijke voorouder van met de olifanten erbij is veel langer geleden. Dus wat Hanneke hier zegt, de kliptassen zijn meer verwant aan zeekoeien dan aan olifanten, is waar. Dus wie heeft gelijk? Alleen Hanneke. Antwoord C. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat het dan vooral weten in de reacties. Wil je mij bedanken voor het maken van deze video's? Word dan vooral abonnee van dit kanaal. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.